In deze video vertel ik je graag meer over de posities die je kan aanhouden om de Somnox op de juiste manier te gebruiken. Somnox is niet alleen jouw hulpmiddel voor 's nachts als je niet kunt slapen, maar zeker ook overdag. Ze zeggen wel eens, de nacht is de spiegel van de dag en vice versa. Dus juist door overdag rustmomentjes in te plannen, zorg je ervoor dat je 's nachts ook beter zult gaan slapen. Je algehele stresslevels gaan daarvoor omlaag. Ga bijvoorbeeld overdag als je net wakker wordt of tussen de middag eens mediteren samen met Somnox. Om ademhalingsoefeningen samen te doen en daardoor een momentje van rust te creëren. Leg hem in je schoot en leg beide handen op het buikje en kies een ademhalingsoefening die jij aangenaam vindt. Je kan natuurlijk ook geluiden kiezen die jij wilt luisteren om op die manier jezelf even helemaal af te sluiten van de drukke buitenwereld. Voel de beweging die langzaam in- en uitzet en maak op die manier een plek van rust die zacht en comfort biedt. Voor het slapen gaan kan je op de bedrand ook ademhalingsoefeningen doen om op die manier van jouw stressvolle dag een momentje van rust te creëren. Een ritueel om aan je lichaam en geest aan te geven dat het tijd is om te slapen. Maar ook 's nachts, als je niet kan slapen, kan Somnox jou natuurlijk helpen om weer terug in slaap te vallen. Er zijn verschillende slaapposities mogelijk en op de afbeeldingen die volgen willen we je inspiratie geven om te zien wat voor jou het beste past. Als jij een buikslaper bent, adviseren we deze slaappositie. Slaap je op je rug, dan adviseren we deze positie. Of ben je gewend om iets vast te houden en iets te lepelen, iets te knuffelen, dan adviseren we deze slaappositie. Bepaal voor jezelf wat bij jou past, want het is experimenteren. Iedereen is anders en doe dat dus ook zo met de Somnox slaaprobot. Het is niet zo dat je enkel je handen erop hoeft te leggen of dat je verkrampt moet vasthouden de hele nacht aan de Somnox slaaprobot. Integendeel. De Somnox 2 heeft een vergroot en verbeterd ademhalingsoppervlak dat ervoor zorgt dat je hem ook tegen je aan kan leggen, zodat de ademhaling voelbaar is in je rug, buik, nek of zijrom. Op die manier zit er altijd een houding tussen die bij jou past en het kalmerende effect geeft. Wees dus ook niet geobsedeerd met dat je altijd die ademhaling moet voelen of moet volgen. Het is een wisselwerking. De robot beïnvloedt jou, maar jij beïnvloedt tevens de Somnox. Heel veel succes en experimenteer de komende weken met de juiste slaap- en tevens adempositie voor overdag. Veel succes! En als we je kunnen helpen, dan weet je, we staan voor je klaar.